Het hebben van een hoge bloeddruk komt niet zomaar aanwaaien. Je kan niet van de een op de andere dag last hebben van hoge bloeddruk. Het zal een aantal jaren duren voordat het consistent wordt verhoogd en in 9 van de 10 gevallen kunnen we ergens de schuld aan geven. Hoge bloeddruk heeft niet zoals andere aandoeningen duidelijke symptomen. Daarom is het ook zo lastig om er zelfstandig achter te komen dat je last hebt van hoge bloeddruk. De nummer 1 oorzaak van hoge bloeddruk is het niet meer goed kunnen samentrekken van aderen. Hierdoor zullen de aderen vernauwen met als direct gevolg dat de druk op je aderen omhoog gaat. Je hart moet dus harder pompen om dezelfde hoeveelheid bloed door je lichaam heen te pompen. De meest voorkomende oorzaken van hoge bloeddruk. 1. Nierproblemen. 2. Renovasculaire hypertensie. 3. Levensstijl. En 4. Genetische aanleg. Normaal gesproken merk je niet dat je last hebt van hoge bloeddruk en er zijn geen duidelijke symptomen merkbaar. Vandaar dat ze het ook wel de stille moordenaar noemen. Soms merken mensen de volgende symptomen als ze altijd last hebben van hoge bloeddruk. Hoofdpijn, duizeligheid, slecht kunnen zien, misselijkheid en overgeven en pijn op de borst in combinatie met kortademigheid. Even terug naar het onderwerp van gesprek. Vaak merk je niet dat je last hebt van hoge bloeddruk en langzaam wordt de bloeddruk steeds hoger en merk je pas in een te laat stadium de symptomen hiervan. De persoon kan er goed uitzien en zich goed voelen, maar dus ook een hoge bloeddruk hebben, zonder zich daarvan bewust te zijn. Langzamerhand zullen de gevolgen van hoge bloeddruk zich kenbaar maken en in principe is het dan eigenlijk al te laat om jezelf daarvoor te behandelen. Voor meer informatie over de oorzaken en de gevolgen van hoge bloeddruk, lees dan het gehele artikel door op de blog.